Oh, mijn neus. Yes, mensen, super tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Bjorn. En ik heb weer een super leuke, toffe achtervolging voor jullie klaarstaan. Die uitloopt tot weer schieten. Ja, altijd bij mij. Het is altijd chaos. Eerst hebben we een melding van een winkeloverval waarbij ook iemand vlucht. Dat is de eerste achtervolging. En bij de tweede achtervolging, ja, dan wordt er geschoten alles. Dan is het gekhuis, hoge snelheden. En uiteindelijk dan, wordt er geschoten zoals jullie in de titel zien. Voor nu doe zeker te weten even een blauw duimpje omhoog. Dat zou ik super tof vinden. En vergeet ook zeker even niet te abonneren. Want zoals jullie kunnen zien, heel veel procenten zijn niet geabonneerd. Dus check even hier beneden of je gewoon geabonneerd bent. Dat zou ik super tof vinden. En dan gaan we nu gewoon lekker starten met de video. Veel kijkplezier. Ja, gaat de motor vandoor, hè, Pim? Pim, hallo. Pim. Heel dat kutting al tapte de tering en ik liep helemaal vast. Oh, ik verwacht dat er nog één bij de winkel zit, aangezien hij... Dingeling er vandoor, achtervolging. Ja, dat zien we. De koppelen achtervolging, AMB momenteel van de Mustang. In dat wij hebben ook helemaal achtervolging vanuit de winkel van een motortje. Rijden richting het ziekenhuis momenteel. Dat is vernomen. Achtervolging is nog zakelijk. Mijn net is niet. Ga maar naar die van Pim, wij zitten er met twee achter. En wij van naar Lee, dus gaan we horen. Gaan we voor Lingling naar frequentie 2. En wij zitten momenteel noordelijk Alta-Strit. Richting de PostNL-bank. Draait rechts af. Bij die bank. Paal. Ging net goed. Op mijn netvlies. Waar is je nou? Hier. Linksaf richting centraal op de bank. Weer rechtsaf. Weer omgedraaid zuidelijk richting oude ziekenhuis boven. Daar rijdt hij. Oh nee, weer rechts. Shit. Nee, dat is hem niet. Voertuig kwijt hoor. We laatst gezien rondom de bank. Net boven het oude ziekenhuis. Zoals jullie zagen raakten we deze verdachte kwijt, hebben we uiteindelijk ook niet meer aangetroffen. En dan gaan we nu door naar de volgende achtervolging waarbij wordt geschoten. Veel kijkplezier. Zo'n kwijt ook. 402, is hier nog assistentie benodigd, vraagteken? Negatief, zijn hem kwijt. Goed, er reed op roodpad in en zijn hem daardoor kwijtgeraakt. Is bij de winkel ten oosten van de AMB, die er vlak naast zit. Ik weet niet precies welke winkel. Ja, dat er achter een motor aan. We zaten achter de Ford Mach-E van Lingling aan. Dat positieve identificatie van Lingling erin. Die motor, hoeveel ontzettende waarde? Eentje over. Rabrecht? Er was één opzittend op een crossmotor over. Ja, om twang over. Ik heb hier bij het ziekenhuis in R1 vermoed ik met twee opzittende. Deze terug als ze controleren. Ja, die rijdt ook vrij als je dit is, ik ben trouwens naar frequentie 1 terug. Ik denk dat dit Mo en die andere guy zijn. Wie? Ik denk dat dit Mo is. Is hij nog gezocht? Nee. Gaat verloren. God! Oh! Dit is dus zo kut, hè? Ze hebben nog geen reden om te flippen en ze blijven op wachten. Nog twee helemaal achtervolging van een motor. We rijden naar de tunnel vlakbij Chinatown. En of we nou even zijn kop op komen eraan dan. Ja, Roger, we draaien de A1 op. Die gaan we kwijtraken. Gaat er maar jammer R1, 2 op zitten over. Van hem komen we ook niet meer door. We zijn veel te ver weg. Nou, is goed. Het is dus kut, want je hebt helemaal geen reden om te vluchten. Nee, hij is gisteren nog gepakt. Ja, maar je houdt hem wel bij. Op onwaarlijke wijze. Als je nou in één keer afremt, dan is hij vaak. Dan gaan we er zo over. Ja, dan ga ik of naar rechts of naar links. Ja, precies. Maar niet rechtdoor, want dat gaat hij wel doen, 100%. Ja, als hij ons breekt, check, dan is het echt, dan heeft hij echt een probleem. Dan scheren we er zo overheen waarschijnlijk.
gaan momenteel vanaf de A1 de A50 opdraaien. Ja, positief A50 afslag ook. Komen terug richting de stad. Ja, hij rijdt echt niet als een motorrijder. Kijk man, als je echt goede motorrijder bent, is het een heerlijke bocht om te nemen. Kijk hoe poes jij rijdt. Hoi Lingling. Nee, je auto is nog niet terecht. Sorry. Waar heb je je auto voor het laatst gezien? Snelweg. Hoe is deze gestolen? Oké, en dat doet hij midden op een snelweg. Hot. Oh maar deze, we worden beschoten, hè? Vuurwapen! Grazie. Bijna rijdt ook. Ik ga achter die wagen langs. Ik koers achter die winkel. Joram, waar ben jij? Nou, ik ben safe. Zijn gevlucht. A50, zuidelijke richting. Ik ben wel geraakt in mijn arm over. Vuurs, maat. Exacte rijrichting. Ja, A50 zuidelijke richting, terug richting de stad over. You good, Bjorn? Ja, waar ben jij? Ben je good, Bjorn? Ja, ik ben safe. Alleen heb ik een schotwond in mijn arm. Signalement van de verdachte. Dus goed, HB. Ja, hebben allebei een beetje verpauperde kleding aan. Zien er een beetje uit als twee hulken. Hebben een soort masker op. Verder helemaal in het donker gekleed over. We zien het van het voertuig. Ja, het is een Yamaha R1 zwart gekleurd over. Twee opzittende. En dat is vernomen over. Geen kenteken bekend? Vraagteken op. Negatief zat er niet op over. Zo, ik... Ik heb een verlakkige schot, want... Ja, ik... Maat, mijn hart schoot even in mijn keel. Excuses 47, u had een beetje een kogel in mijn arm geschoten. Ja, ik... Kogel is ja, er wel uit, ik heb output. Ik weet niet of ik geraakt heb. Exit wond. Wacht, ik eerder een hersenloos raakte in mijn magnet. Oh, maar ik wist ook gewoon toen ze stil gingen staan dat het gewoon foute boel was. Ik wist dat ik zo snel mogelijk naar achteren moest. En ze hebben één band van ons geraakt volgens mij. Ja, maar what the fuck. Ik zei het al, als je met mij meereed gaat het Gozer. Ik ben 10 minuten met jou in dienst en ik ben al beschoten. Ik heb net een 3 uur lange dienst gedraaid en ik heb geen kut meegemaakt. Maat, besef hè, die tanker achter ons. Al hadden ze die geraakt, waren we klaar. Collega's, jullie hebben de locatie van de noodknop inmiddels verlaten over. Negatief collega is gebond over. Ik ben hem nou aan het behandelen. Zijn assistentie benodigd daarover, 02. Negatief schot rond in de arm met exit. Holy shit, ouwe. Wat de popen. What the fuck? Al negatief of positief? Pardon, herhaal. Negatief of positief over? Negatief over. Dat is vernomen. God, ja, de Novi status 3. Holy shit, mijn adrenaline level die ging even van beneden mijn schoenen naar... Blijf maar in door richting de laatste voertuig, zo. Ja, die was te merken, ja. Ik schreeuwde een beetje in de porto, of niet? Vuurwapen! Ja, tuurlijk. Dat is een beetje het realisme, hè? Ja. Godverdomme, maat. Weet je wel direct wat er aan de hand is? 47, ga je daar verrekening niet daarbij in verband met de. Ja, hallo, nu reed ik gewoon goed, wil dan bij? Ik was aan het scheuren, jongen. Reageer eens, Bjorn. Ja, rustig, jongen. Hey Rick, besef even dat ik net een dienst heb gedraaid van 2 uur en 50 minuten en ik rijd 10 minuten met Bjorn mee. En ja. Ik word direct beschoten. Correct. Okay. Ik snap ook niet dat je überhaupt met hem op een auto zit. Ja, maar kijk, dit is wel actie. Goh, de tering, maat. Godverdomme. Nou, gaan we jou maar naar het ziekenhuis brengen dan. Ja, dat nee joh, laat lekker doodbloeien. Ja, breng hem maar naar het ziekenhuis. Oh, staat als 3 nog niet. Bespaart wel een hoop schadegeld. Oké, stap maar in. Ja, deze auto is kapot, heel die band is lek. Ze hebben een band geraakt. In dat geval, Rick, ik hoorde poef. Dus we rijden even met jou mee, Rick. Hoor ik net. Of neem even jouw auto mee, dat kan ook. Zo jammer dit weer, hè?